Ten eerste, hoe gaat het? Goed. Wel. Ja. Ja. Ik ben wel blij. Zin in de release, vooral. Was het lang wachten? Ja, heel lang eigenlijk. 2, 3 jaar nu? Toen het was opgenomen wel. De eerste opnames zijn van 2 jaar geleden, denk ik. Okay. En daarna hebben we nog wel later nog meer opgenomen. Maar ja, het is wel lang naartoe gewerkt, ja. Dus het is wel fijn dat het nu zover is, eindelijk. Ja, want over die platen gaan we wat meer hebben, maar ik wil eerst even een beetje achtergrond doen. Nu kwam ik overal online tegen. Jullie zijn soort begonnen als vriendengroepje. Hoe is die vriendengroep bij elkaar gekomen? Eigenlijk heb ik Jesse van een andere band, als gitarist. Nicole is mijn vriendin. En uiteindelijk, Luc, die zit er nu meer bij, maar dat was al vanuit mijn dorp een vriend van mij. En daar speelde ik ook in mijn eerste bandje in. Dus dat was uiteindelijk in Nijmegen, vonden we elkaar weer een beetje tijdens het uitgaan. En dat resulteerde in zaterdagsavonds repeteren en eigenlijk alleen maar bier drinken en niet zoveel. Ik was wel serieus bezig met liedjes schrijven, maar het werd niet zo zeg maar serieus overwogen van wat we nou echt aan het doen zijn of zo, tot een later moment dat ik Joost in de kroeg vond. Joost was fan. Ja, ik had ze net gezien bij een bandwedstrijd in Nijmegen, okay, in de voorronde. En toen later zag ik ze inderdaad in de underground, dat was de café, discotheek waar we altijd heen gingen. En zij kwamen altijd, volgens mij kwamen jullie altijd naar repetitie op zaterdag. Ja, precies. Eerst tot 12 uur repeteren of zo en dan waren we al goed dronken in de kroeg. Ja, dat zijn wel heel debiel doen en dan kon het wel lachen. Ja. Maar Joost, voor jou, wat vond je op dat moment van die muziek? Ja, het was wel vet, want het heette toen nog Wolf Session Sheep. En dat is echt, wanneer is dat, 2014 of zo, denk ik. 13, 14 of zo? Ja, volgens mij zijn we in 2011 of zo, een serieus. 12. Ja. Ja, ze maakten nog heel erg folkmuziek. Dat was ook in die tijd dat Lumineers en Mumford & Sons en zo allemaal net doorbraken. Dus het was toen wel hip, zeg maar. Ja, wel geen drummer. Ja. Dus het was ook een soort van... En ik vond dat wel heel cool. Ook vooral de liedjes wel. Zeg maar, ik hield ook wel van die bands, van folk. Maar ik vond het altijd wel kloppen of zo. Dat vond ik heel cool aan. Dat de performance en de liedjes klopten wel redelijk bij elkaar. Dat had ik niet zo heel vaak. Het klinkt alsof ik als een visionair was toen, maar dat bedoel ik helemaal niet zo, maar meer, ja, het sprak mij in die zin wel aan. Ik dacht van, dat is eigenlijk best wel cool. Alleen, het was wel, weet nog wel dat ik het een beetje gek uitgewerkt vond, zeg maar. Er zaten wel rare stukken in. Dat idee had ik nog. Dus dat het liedje was wel leuk, maar soms was het ook in één keer afgelopen. Okay. Dat was het volgens mij. Maar dat was ook hoe jullie werkten toen, toch? Ja, precies. Het was gewoon, qua liedjes dachten we van, dit vinden we leuk en nu is het klaar, als het klaar is. Dus het is niet dat er echt... jaren overheen ging het om een nummer af was. Het is gewoon één avond. Wat ik dan wel interessant vind is, het was voor de lol, yeah, maar toch repeteren jullie wel. En het is, yeah, er staat wel een soort van, er werd wel moeite in gestopt. Precies, we gaven er ook heel veel voor op, zeg maar verjaardagen en zo, deden we toen al weinig. Repetitie was heilig, vond het ook gewoon leuk. Maar het was wel, we waren denk ik gewoon wat naïever van, het is goed zo en het hoeft niet aan bijgeschaafd te worden of zo. Het is gewoon, als maar klopt. Wij vinden het leuk, dus let's go. Ja, want wat ik ook vaak hoor van muzikanten is dat het moet eerst, zeg maar, muzikant worden. Moet eerst iets realistisch zijn in je hoofd voordat je het zelf ook kan najagen. Was daar ook nog een schijn van dat je dacht van, ja, dat muzikanten, dat is niet aan iedereen besteed? Of? Ik denk juist dat we juist dachten van, oké, volgend jaar zijn we beroemd. Dus weet je wel, okay. We maken leuke liedjes, wij vinden het vet, dus de rest moet het ook vet vinden. En ja, na een tijd dan leer je gewoon dat het helemaal niet zo werkt. Zo. Ja, dat viel mij wel op toen ik erbij kwam, dat het wel meteen... Dat was wel een soort van, ik zou het geen arrogantie noemen, maar wel redelijke zelfverzekerdheid. Toen ik erbij kwam, was ik net toegelaten tot de popronde. Yeah. En ik weet wel dat ik in de jaren daarvoor, ik was toen ook 18 of zo, denk ik, 19. Maar jaren daarvoor dacht ik, als ik ooit popronde kan doen, dan heb ik ook carrière of zo. Dan, weet je, dat was een soort doel wat ik had. En voor Wolf Session Sheep toen was ik zeggen, ja, tuurlijk doen we popronde. Ja, moet volgend jaar op Lowland staan. Dat was echt een beetje de vibe toen van, ja, doen. En, ja. Dus ik denk niet dat, volgens mij is die crisis er inderdaad niet echt geweest van, gaat het wel lukken? Oké, dus nee. Het zelfvertrouwen, dat was er altijd wel. Dat is goed in ieder geval. Ja, wel met een zeker cynisme, maar het was er wel. Ja, nee, precies, ook niet op de vervelende manier, hoor. Nee.
Ja, maar wat ik dan wel interessant vind, is je noemt dat het, toen jij het voor het eerst hoorde, Joost, was het nog meer folky en ook een beetje in die stijl. En dan, nou, jij bent dan toetsenist. Ja, nu speel ik bas, maar toen ben ik toetsen gaan doen in de band, ja. Heeft dat ook een invloed gegeven in de muzikale richting? Want het is nu toch wel, er zitten veel elektronische elementen en synthesizers doorheen. Dus was dat ook een impuls voor de band om wat meer het eigen geluid te creëren? Ja, volgens mij was het eerder andersom. Ja, precies. We hebben Joost natuurlijk bijgevraagd. Ik had hem bij een ander bandje gezien dat hij toetsen aan het doen was. En toen was ik al, zeg maar, mijn thuisproducties waren al veel groter dan alleen nog maar een akoestisch gitaartje. En toen wou ik dat eigenlijk gewoon invullen. Ik wou gewoon echt live in band zijn en niet meer die akoestische leuke band. En toen hebben we eigenlijk juist weer jou gezocht en erbij gevraagd om die synthpartijen meer nadrukkelijk aanwezig te laten zijn. Wat heb je hem voorgelegd om bij de band te komen? Hoe is dat? Voorgelegd aan... Nou, gewoon meer van, wil je bij ons... Het was wel echt een paar keer in de kroeg zo gein. Ja, jij komt bij ons spelen, toch? En toen werd dat niet echt iets serieus. Alleen toen hebben we het... Ik denk dat je 3 keer gevraagd hebt en de derde keer was ik echt serieus of zo. Ja, ik denk dat we gewoon een paar maanden overheen zijn gegaan. Ja. Volgens mij ben ik op een gegeven moment bij jullie thuis gekomen om dingen door te luisteren of zo. Ja. En toen zijn we gaan repeteren. Ja. Ben je toen ook mee geweest met de popronde? Ja, dat was toen dat traject. Ik denk dat was denk ik in het voorjaar of zo, en toen dat najaar moest wel. Dus dat was ook echt zo'n hele vliegende start. Binnen een half jaar was het dat ik erbij kwam. Toen kwam Ruben, dus onze drummer, kwam er later nog bij. Die zomer nog. Ja. Dus we hebben toen echt zo'n half jaar eigenlijk die hele set klaargestaan. Ja, band compleet en toeren maar. Hoe was dat half jaar? Wel tof, omdat het, zeg maar, dan is het op, je voelt je opeens een nieuwe band. En dan heb je het ook meteen heel druk, zo'n popronde en alles eromheen. Dus dan lijkt het ook alsof het echt wel even lekker gaat. En dat zet je als band ook best wel snel een soort van scherp, dat je alles in orde moet krijgen. Ja, je hebt heel erg een doel. Hè? Dus het is heel, de instellingen zijn ook heel pragmatisch, van we willen 3 kwartier set. En ja, daar ga je voor. En we zagen welke shows er binnenkwamen. Dus dat is best wel makkelijk natuurlijk. Want je hebt gewoon een duidelijk doel en een korte aandachtspan om dat te halen, zeg maar. Was dat dan ook rond deze tijd dat de band wat serieuzer ging nadenken over waar het naartoe ging? Eigenlijk net daarvoor ook wel. Toen zeg maar, toen we de popronde doorkwamen, toen begonnen we echt serieus na te denken van oké, wat is er nodig? Hoe moeten we, zeg maar, een echte band worden of zo voor ons voelen? Ja, hoe gaan we strategisch doen en weet je, wat doet een boeker? En precies de eerste keer dat er een plan werd uitgestippeld was toen wel. Ja. Ja, het was ook de eerste keer dat ik erbij was natuurlijk, maar volgens mij was het ook de eerste keer dat ik voor het eerst wat gereleased toen in december. Okay. Daarvoor was wel heel veel opgenomen, maar het was allemaal niet uitgebracht. Ja, heb ik heel veel weggegooid, ja. Waarom? Ja, ik vond het nooit goed genoeg, zeg maar. Overal gingen we opnemen en dan, toen kwam het terug en toen dacht ik, dat willen we niet... de wereld in gooien. Terwijl nu als ik terugluister hadden makkelijk kunnen doen, maar toen was het nog wat moeilijker denk ik daarin. Ja. Want op dat punt, hoeveel nummers waren er al? Hoeveel schetsen? En was er al een beetje een idee van waar de eerste EP of plaat naartoe zou gaan? Of is dat allemaal veel later gekomen? Het is een beetje raar omdat heel veel nummers zijn of al geschreven of net ervoor. En dan is het wordt maar gekozen naar hoe we nog steeds, denk ik, hoe het in de band ligt en hoe we ons voelen op dat moment. Wat werkt of zo. Dus het is niet heel erg uitgedokterd van we gaan nu dit maken. Nee. Het wordt alleen in het bandproces uiteindelijk wel het eerst door de invulling of zo. Ja, en helemaal als je kijkt naar de plaat die nu uitkomt, naar Cut Wire, dat is helemaal... Nou, het heeft eigenlijk niet zoveel te maken denk ik met die periode. Nee. De band is wel gevormd daar en er lag denk ik wel, materiaal wat nu op de plaats gekomen. Precies. Dat nu een andere vorm is opgenomen. Maar het was inderdaad geen traject. Het was eigenlijk een heel erg dubbel traject, omdat we na die popronde ook eigenlijk weer een jaar zijn gaan opnemen en bijna niks gedaan hebben qua shows. Het resultaat van dat opnameproces is wat er nu uitkomt. Dus eigenlijk heb ik het idee dat we een beetje een reset hebben gedaan, want je hebt toen de bandnaam ook veranderd. Dus het is heel erg de start van de band, ook als sociale groep en als muzikanten bij elkaar. Maar het is, Walsburg is wel later of zo pas zo geworden. Dus dat gevoel heb ik wel. Ja. Ja, hoe belangrijk was het dan om zeg maar eerst een soort van als vrienden hecht te worden en gewoon dat spelen met elkaar onder de knie te krijgen en dan pas echt richting een plaat te gaan? Was dat belangrijk voor jullie of hebben jullie er nooit zo bewust over nagedacht? Ja, wel erg. Ik denk het wel, want ik heb sowieso altijd mensen gezocht waar ik liever zeg maar mensen waar ik gewoon mee
goede klik hebt, dan echt super goede muzikant of zo. Dat zijn we allemaal niet heel erg, vind ik. Maar het, ja, ik heb het liever dat we het allemaal gezellig hebben en dat iedereen ook echt soort van gelooft in de muziek en ervoor wil gaan. Dan dat. En ik denk, ja, daarom was het ook belangrijk dat we eerst goed konden viben met elkaar. Mm. En daarna gewoon serieus het wouden aanpakken, zeg ik. Ja, precies. Want voor mij was het ook wel raar. Want ik kwam er in terwijl er al muziek werd gemaakt, zeg maar. Ik heb niet dat hele traject van maandenlang bier drinken in de kelder meegemaakt. Of ja, wel, de eerste repetities waren dat nog wel. Dus ik heb nog wel enigszins een beetje herinneren hoe het was. Toen moest je ook even inwerken in het systeem. Met de bierbeurten. Maar kun je me een voorbeeld geven dan, Joost, van iets dat de band hechter bij elkaar heeft gebracht sinds jij erbij was? Misschien een moment of obstakel dat jullie hebben moeten overwinnen of iets dergelijks? Ja, popronde sowieso als ervaring. Okay. Zeker die eerste popronde. Omdat het wel echt... We waren allemaal niet heel erg ervaren, denk ik, in optredens doen. Of in überhaupt toeren en ja, dat er in één keer publiek... Ja. Ja, jullie hadden natuurlijk wel veel gedaan. Ja. Yeah. Misschien is het wel anders voor mij dan, ja. Mm. Maar je ging wel best wel kapot op een gegeven moment als je de 3 in een weekend doet of 4. En weet je, op de zondagmiddag in Beert staat, dan voel je dat wel. Mm. Dat is wel heel erg. En ik denk ook dat juist daarna, weet je wel, we wilden toen natuurlijk heel graag doorstomen naar Lowlands, want het was slotverrekening waar we binnen een jaar wilden staan. Als dat dan uiteindelijk niet lukt, zeg maar, dat zijn ook de dingen waar je later wel veel meer van leert, denk ik, als groep. Was dat een oprechte teleurstelling dan, dat we niet binnen... Ja, Lowlands zelf niet, nee. Nee, het is altijd wel zoiets van, oké, ja, we gaan een keer staan of zo, maar het is niet dat we dan echt verwachten dat we daar volgend jaar staan. We dromen wel... Maar in die zin zijn jullie dus wel ambitieus. Het is wel van, ondanks dat het vrij onbezonnen is begonnen, dat het, is er wel echt iets waar jullie naartoe werken. Yeah. Ja. Ja, alleen denk ik ook alweer aan, we zijn wel veel realistischer geworden in die 3 jaar of zo. Yeah. Nu 3, ja. Daarin is best wel veel ook geleerd en meerdere verhalen van andere bands meegekregen die dat wel Lowlands halen en dan zie je ook die willekeur daar meer in. Zeg maar, als je begint als band, zagen we dat volgens mij als een heel lineair ding. Weet je, van, weet je, we staan nu bij popronde en dan gaan we naar de slag en dan worden we geboekt. That's it. Ik denk dat dat zo makkelijk is. Weet je, en dat, ja, dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. En ook mensen die bij Lowlands staan doen er 10 jaar over of die doen er wel een jaar over. Weet je, die verhalen kennen we toen volgens mij niet zo. Dat wist ik niet hoe je het daadwerkelijk haalt. Dus ik denk ook niet dat, weet je, het is ook niet dat we nu verwachten dat we er staan. We hopen het heel erg en we gaan er alles aan doen dat we er dit jaar staan. Maar het is niet, weet je wel, we zijn er wel iets reëler in geworden, denk ik. En meer gewoon vanuit, we gaan gewoon lekker maken en een leuke show doen en zorgen dat die release tour goed gaat. Meer stap voor stap dan dat we de snelste weg willen ofzo. Ja. Of zou ik nog eens heel gek? Nee, nu is het gewoon veel meer van, we zien het wel. Ja. Want ja, toevallig had ik een aantal weken geleden hier ook video over de vloer. Die zijn jullie denk ik ook al bekend. Ja, dus hoe moet ik dat zien in Utrecht? Is het echt een hele... En dan misschien in een verlengde met Nijmegen ook. Is er een hele hechte muzikale gemeenschap die elkaar een beetje... Ja, op zich wel. Al kenden wij die van tevoren niet of zo. Nee, we kenden Roy, toetsenist van Figgy. Omdat hij daar de deur wel eens open deed. Maar daarna, toen we als Walsburg popronde gingen doen, deden we tegelijk met Figgy. En daar hebben ze leren kennen. En nu is het een soort bevriendenband. Maar dus inderdaad, ja, Kartopia als centrum was wel echt een plek waar heel veel werd gewerkt. En die kennen elkaar allemaal wel. Maar wij waren er wel min of meer klant of zo, denk ik. Meer dan dat wij natuurlijk daar woonden. En woonden, echt werkten. Wij waren als, gewoon, zeg maar, de Simon die de plaat heeft geproduceerd. Wij vonden Bombay gewoon een heel vette plaat. Toen dachten we willen eigenlijk ook iets met onze sound doen wat het voor ons eindelijk een keer laat kloppen of zo. Ja. Dat zat me altijd tegen. Maar, even snel tussen, wat was misschien het missende ingrediënt dan? Heb je, wat miste er nog? Ja, iets meer gruizigheid of zo, ik weet niet. Als je dat nu de plaat gaat luisteren, denk ik ook, misschien zit dat er niet op of zo. Voor mensen die dat niet gaan. Ik heb wel dat idee, dat voelt alsof hij het soms helemaal aan het vernachelen was. Helemaal dat hij het lelijker maakte of zo. Precies. En dat uiteindelijk als je hem nu hoort, denk ik dat niet meer eigenlijk. Maar er zaten wel wat meer dissonante dingen in. Of gekke geluiden die wij er zelf niet zo snel in deden. We werkten denk ik daarvoor veel cleaner. Van, kijk, dit is leuk, dit is mooi, dus dit moet
weet je wel. Voor mij was het altijd zo van, ik eigenlijk zocht ik naar een soort van meer agressie of zo, de nummers. Okay. Dus, ik weet niet of dat heel duidelijk is. En ik vond dat bij Bombay op de plaats zit daar ook voor mij een soort van dreiging of agressie nog altijd in. En dat wou ik gaan kijken of dat eruit kon komen. Ja, maar bij Bombay is het ook wel belangrijk dat het nog wel popmuziek was. Precies. Dat is ook wat was wel heel erg aantrok bij Simon. Dat zowel, het was inhoudelijk wel, had het wel wat om handen, zeg maar. Het was geen, totaal geen platte pop, maar het zijn wel gewoon singles of liedjes met refreinen die gewoon leuk zijn. Of weet je wel, wat nog wel enigszins toegankelijk is. Ja. En dat snijvlak wilde ik volgens mij ook heel graag vinden. Of iemand die dat zou snappen, van het moet een goede sound hebben en dat moet eigenzinnig zijn, eigenwijs. Maar ja, het moet ook niet alleen maar rare soundscapes worden of gekke dingen. Ja, wat kan ik aannemen, Menno, dat de teksten vooral van jouw hand komen? Ja. Want ja, je noemt het poppige element en het klinkt ook, sommige nummers klinken ook echt heel vrolijk. Ja. Maar dan als je even de teksten doorspit, dan gaat het toch wel altijd over, nou ja, zoals je zegt, inhoudelijke dingen of wat donkere dingen. Ja. Dus die balans, hebben jullie die ook echt opgezocht? Van dit zijn de teksten die ik schrijf, maar we gaan hier geen depressief nummer van maken? Ik denk dat het altijd gewoon zo werkt of zo. Okay. Als ik iets schrijf, het is nooit dat ik echt een heel mineur nummer aan kon zetten. Okay. Omdat ik toch altijd wel uiteindelijk dan de melancholie zoek in het tegenstrijdige daarvan of zo, denk ik. Okay. Maar ik kon eerder muziek die vrolijk klinkt, alleen ben ik dan niet zo vrolijk als ik het maak misschien. Dat is het rare. Wat ik ook vaak hoor, is dat het pas later duidelijk wordt wat die teksten nou eigenlijk inhouden. Ik weet niet of dat dan ook bij jou zo het geval is, dat je eerst gewoon een nummer schrijft en later van, oh ja, dit. Ja, en nee, de ene wel, de ene niet. Maar meestal begint het wel met een soort van emotie waar ik het lied mee begin of zo. Dan zit ik in zo'n vibe en dan maak daar iets mee, maar dan maak ik de tekst later af en dan kan het eigenlijk ook twee dingen worden of zo voor mij. Dat ik nog emoties ergens anders vandaan tap van oude, weet ik veel, oude relaties of dat soort dingen. Zo. Wat, hoe werkt het songwriting over het algemeen? Ik snap dat het voor de meeste nummers zal het anders zijn, maar is het echt iets collectiefs? Dat het, ja, met jullie al in een repetitieruimte en dan? Het begint thuis bij mij op mijn computer gewoon, dat ik eerst iets maak en dan gaan we de oefenruimte in en dan gaan we met z'n allen eigenlijk daar meer dan anderhalf minuut, twee minuutjes van maken. Dat het loopt en ja, dat is gewoon sleutelen heel veel, dat de vorm klopt. Ja. Veel en dan, ja, het geval van de Cut the Wire van de platen zit ook daarna nog in de studio nog een keertje bijna helemaal uit elkaar gehaald en weer samen, weer in elkaar gezet, zeg maar. Maar het is inderdaad zo'n wisselwerking, want heel vaak gaan we daarna ook weer opnemen. Dus dat deden we volgens mij bij deze plaat ook. We hebben echt zo 3-4 demo rondes gedaan voordat we überhaupt al naar Simon gingen. Ja. Om dingen ook weer daarna terug te luisteren en weer te horen wat er weg kan of wat erbij moet, zeg maar. Ja, dat vind ik wel interessant, want hoe belangrijk is zo'n debuutplaat dan? Want als je zegt dat er meerdere rondes zijn gegaan en dat jullie echt, neem ik aan, dan de best mogelijke nummers erop willen hebben staan. Mm. Hoe belangrijk is zo'n eerste plaat dan? Daar waren we niet echt mee bezig, denk ik, toen. Het was meer gewoon, wij wilden graag opnemen. Volgens mij wilden we aanvankelijk ook alleen Simon laten mixen. Okay. Van de track die we ergens anders hadden opgenomen. En is het toen een beetje gegroeid van, zullen we een paar nummers doen of zullen we één nummer doen? En volgens mij wilde Simon vooral een plaat doen. En wilden wij dat uiteindelijk ook. Ja, we dachten natuurlijk wel ooit, sowieso als elke band is je droom een album uitbrengen. Ja. En dan heb je het voor jezelf gemaakt. Maar dat idee was er uiteindelijk wel, alleen Simon testen ze van oké, hoe zou hij met onze muziek omgaan of zo. Ja. En dat groeide toen al heel snel uit tot oké, je gaat gewoon de buurt om. Ja, en volgens mij was het idee ook trouwens, nu ik aan denk, omdat we het heel erg op onze eigen manier wilden doen. Of dat we onze ruimte wilden nemen, zeg maar. Dat was voor mij het ding, van gewoon een statement maken en gaan die plaat gewoon doen. Want wij denken dat het materiaal er was. Dat was voor mij ook heel erg, want we hadden zoveel nummers die we allemaal cool vonden, dat het ook gewoon was van ja, het kan ook gewoon. We hebben echt zat werk om nog steeds 4 platen te maken, denk ik. Okay. Maar eentje beginnen was wel goed. Ja. Hoe maak je dan een selectie voor de eerste plaat? Waar baseer je dat op? Ja, dat begon wel. Dat was wel echt samen met Simon, want we hadden denk ik 25 tracks af toen begonnen. En er zaten op dat moment ook nog wat meer Afrikaanse Graceland-achtige nummers tussen. En die zijn er bijvoorbeeld afgevallen, omdat dat qua genre er zo erg buiten viel. En nog steeds is het best wel eclectisch, denk ik, qua verschillende soorten nummers die op de plaat staan. En qua stijlinvloeden. Maar dat was, uiteindelijk moet je daar dan in snijden of zo. En dat
Precies, anders krijg je wel echt een heel raar gevoel. Ja, en dan is het alsnog niet helemaal als concept allemaal geschreven of zo. Het was alsnog gewoon de leukste liedjes bij elkaar. Ja, nu gaat hij komende vrijdag dan uitkomen. Hoe is dat? Hoe is dat om dat tastbare product ook in je handen te hebben en wetend dat dat de wereld in gaat? Ja, voor mij wel als een lang gekoesterde droom, zeg maar. Ja. Dus, sinds ik 15 ben, wil ik al zo'n ding. Dus dan is het nu wel heel fijn dat het eruit komt. Mm. Ja. Voor mij hetzelfde eigenlijk. Ja, wat hoop je dat mensen erin kunnen vinden? Ik hoop altijd dat ze de soort van hetzelfde uithalen als wat ik eruit haal. Maar dat ze, ik weet niet, de bepaalde melancholie die ik erbij voel, maar... Ja, precies. Dat is denk ik het ding, dat mensen het wel... Het is gewoon een leuke plaat, een goede plaat, maar die wel genoeg betekenis heeft of zo. Dat het niet echt plat is. Mm. Ik hoop dat mensen dat vooral begrijpen. Dat het wel toegankelijk is, maar niet plat bedoeld. Of pure pop. Dat er nog wel iets achter zit. Ja, gewoon precies hoe ik muziek het liefst luister. Ja. Zo probeer ik het te maken en dat is het. Ja, uiteindelijk hoop ik dat mensen dat ook... Die nuance erin vinden. Daar gelijk in vinden. Ja. Nou, laat ik dan nog heel even een onderwerp induiken. Want een paar nummers die leken ook ongeveer... Of niet... Die leken ook goed op elkaar aan te sluiten over een soort van gelijk... Of in ieder geval een soort van gelijke situatie te gaan. Kan ik aannemen dat alles autobiografisch is? Ja, zeker wel. Hè. Want zo'n nummer als... Gator en Consensus, dat is allemaal een soort van... Zoals ik het hoor, het kan helemaal verkeerd zijn. Maar een relatie waar de personen te lang in zijn gebleven... Ja, ja, ja. En dan langzaam begint het een beetje af te brokkelen. Zeker dat, ja. Dus hoe is dat om zoiets wat toch erg persoonlijk is... en om dat soort van... niet alleen met je band te delen, maar met iedereen. En dat daar zelf een weg door te vinden met de muziek. Ja, het is altijd... ik denk dat de band pas best laat met de teksten bezig is. Dus dat ze ook heel lang het nog niet door hebben. Jij misschien wel, dan misschien ben jij daar niet het goede voorbeeld van. Maar het is wel natuurlijk altijd een beetje moeilijk, omdat je het... Ja, ik wil ook niet echt altijd ingaan over wat het betekent of zo, of wat het precies is. Mm. Ook niet met de hele band of zo. Als het vragen, dan zeg ik het wel. Maar ik vind het ook altijd moeilijk om daar heel erg zo uit te gaan leggen wat het nou betekent. Oh, ja. Ik vind altijd... maar het is wel moeilijk. Ik bedoel, ik ben niet, niet altijd heel open. Nee. Maar het is wel... Nee, maar ja, als ik vanuit... Ja. Uiteindelijk ken je elkaar ook goed of zo, dat denk ik ook. Precies. Weet je wel, dat is ook een beetje met... Als je zo lang met elkaar in een band zit, op een gegeven moment weet je wel... Hoe iemand in elkaar zit, ook al zegt hij niet zoveel. En dat hebben wij bij best wel veel bandleden. Dat het, uiteindelijk weten we wel redelijk... Ja, hoe iemand emotioneel zit. En dan, los van dat we... Ja, niet dat we altijd in een praatgroepje zitten, maar je merkt toch wel iemands lichaamstaal of Je brengt uitspraak of reacties, hoe die, hoe die in zijn vel zit. Maar En het zijn natuurlijk ook dingen, sommige tracks zijn ouder, die zijn ook weer uit andere tijden en zo. Dat maakt het ook misschien wel makkelijker om dat voor te leggen of zo, dan track als Arshut of zo, dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel... Wat het autobiografisch is. Ja, dan kan je, zeg maar, als het niet meer speelt, is het makkelijker om het te zeggen dan als het wel speelt. Dus, denk ik. Want dan moet je op dat moment jezelf bloot geven. Ja, maar we hebben het wel een tijdje geprobeerd toen we net gingen repeteren om die teksten door te spreken. Omdat we dan in één keer het lumineuze idee dat wat we wisten waar de tekst over ging, we het beter zouden kunnen spelen. Dat ook totaal niet werkte. Want we gingen allemaal grafieken tekenen over wat dan de dynamiek is. En zeg maar hele analyses van ons eigen werk doen in de hoop dat het dan strakker werd of zo. Maar dat werkte ook niet, wel zeg maar. Toewijding, toch? Zag je? Dus wel, geeft wel toewijding. Ja, zeker. We hebben echt gestoeid als een gek van die tijd. Ja, dat was ook voor een hele week in Frankrijk om dat dan te doen. En dan 's ochtends bij elkaar zitten en dan met het kladblok die nummers een beetje analyseren. Maar zo werkt het uiteindelijk ook niet. Weet je wel. Uiteindelijk vertelt de muziek ook kan ook wel een ander verhaal vertellen dan... Dat is bij dit ook zeker zo, een ander verhaal dan de tekst. Mm. En is zo'n muzikale taal ook weer... Ik vind het wel filosofisch, maar is dat ook weer iets anders, denk ik. Dan dat je per se expliciet weet van... Oh, dit gaat over die keer dat Menno... Yeah. Ja, dat maakt voor het spelen ook niet bijster veel uit. Het kan wel helpen, maar in ons geval niet heel veel. Want je weet, je verhoort toch wel dat als je het over een andere energie gaat dan Gotha of zo. Ja, of misschien een slechte voorbeeld, maar je
speelt het toch op een andere manier. Je performt ook, ja, als het goed is, automatisch op een andere manier. Je gaat er niet bij staan springen of zo. Nee, precies. Zoals het dansje van Goto vroeger. Ja. Ja, precies. Als laatste dan, want je noemde net al even, nou ja, dat het toch een periode is geweest dat je veel met elkaar over hebben gehad. En, kunnen jullie me beide een voorbeeld geven van iets dat jullie van elkaar hebben geleerd? Dan wel over muziek, dan wel over het leven of wat dan ook? Ja, ik denk wel dat, zeg maar, wat ik net vertelde over dat toen ik net bij Wolf Session Sheep kwam, het heel erg, weet je wel, we gaan Lowlands halen was en we gaan dit gewoon doen. Zeg maar dat hele, we gaan het doen en we zijn het waard en we nemen onszelf serieus genoeg. Dat heb ik wel heel erg van geleerd, van in de band zitten. Ja, dat ja, denk ik ook wel. Meer de toewijding, soort van, we verdienen het, zeg maar. Ja, de muziek is het waard om veel energie in te steken. Zo. Meer dan dat je continu twijfelt aan waarom doen we dit en is het waard. Ja, jezelf iets serieuzer nemen, dat denk ik wel gewoon ook. Ja. Wat ik natuurlijk ook weer van jou ook meer misschien wel dan heb geleerd als het echt over jou gaat. Maar ik denk dat wel. Dat jezelf, dat je mag er wel zijn ofzo. Op die manier. Toch? Ja, ik denk, ja. Je versterkt elkaar als groep of zo heel erg. Dat, okay. Ik vind dat heel erg, het is gewoon heel erg collectief om in een band te zitten, zeg maar. Dat heeft mij als persoon ook wel echt veranderd, denk ik. Het maakt beslissingen ook veel minder individueel dan voordat ik hierbij zat. Ja, het is echt een collectief ding, weet je wel. Iedereen heeft daar zijn eigen kwaliteiten in en werkt er op zijn eigen manier voor. En dat vormt me heel erg om te zien hoe dat dan uiteindelijk als groepsproces beter kan worden. En hoe je uiteindelijk toch met z'n allen die band bent. Ook als je al schrijft men de liedjes en schrijft altijd facturen en doet iedereen zijn eigen deel daarin. VOF. In de VOF. Ja, maar ik bedoel, ja, oké. Okay, ja. Wat bedoel je niet? Ik heb van jou ook wel gewoon, ik ga het nu gewoon over jou hebben. Ja, ik heb van jou natuurlijk ook wel geleerd om iets meer, ik ben zit ook natuurlijk ook wel achter iedereen's kont aan, een beetje. Dat je ook dingen gewoon moet doen als je het wil gebeurd hebben en zo. Wij zijn wel, ik was de mensen sowieso nog meer dan nu, steeds. Nog altijd wel iemand die wachtte op of iemand anders het even ging doen. Ja. En dat heb ik wel iets meer gekregen dankzij jou, denk ik. Ja, terwijl ik juist bij mezelf altijd het idee heb dat ik het voor de muziek doe, of omdat ik denk dat het het verdient. Ja. Zeg maar, ik vind juist dat vet aan jou, Menno. Ja, jij bent nooit zenuwachtig, weet je. Of jij staat altijd wel gewoon, je pakt hem wel altijd, zeg maar. Ja. Ook al, ja. Je haalt zo heel veel energie uit jezelf of zo. Dat vind ik altijd wat dik aan. Je kijkt niet, ik vind juist ook bij jou op een manier dat je niet naar de band kijkt. Als je zo'n show in Dordrecht, dan pak je mezelf gewoon best wel. Toch? Het is niet dat je naar de band kijkt van hoe gaan jullie het doen. Nee, en dan kijk ik wel wat ik ga doen. Ja. Maar je kan hem best wel goed voortrekken. Dat is nice, want dat verenigt dan de rest ook weer in de show. Oké, let's go. Dus in die zin kun je wel gewoon een frontman zijn. Hallo. Laatste gedachte dan, want je noemde Lowlands, dat was in eerste instantie zeg maar de Holy Grail. Ik heb jullie horen praten over Glastonbury, dat ook iets is waar jullie naartoe werken. Hebben jullie iets van dat soort dingen? Want ik vind het nooit leuk om te vragen, waar zie je jezelf over 5 jaar, want dat weet niemand. Maar hebben jullie bepaalde doelen voor ogen? Ja, ik denk dat ze de doelen eigenlijk minder concreet zijn geworden dan Lowlands of Glastonbury. We roepen dat wel en zeggen dat wel en dat willen we ook heel graag. Maar weet je, ik ben nu gewoon blij als we meer muziek maken en die tour goed gaat of zo. En dan kun je wel, weet je, natuurlijk kunnen we wel een managementplan en die is er ook wel voor jaren. Maar ik hoop nu gewoon heel erg te kunnen blijven maken. Ja, precies. En dat gewoon goed verder kunnen blijven doen. Ja. Dat wat we nu doen, dat verder kunnen blijven bouwen. Dat is wel echt veranderd sinds 2015 tijd hoor. Toen was het denk ik veel meer resultaatgericht of zo. Nu is het zo. We zijn blij. Ik ben heel blij dat we dit ook kunnen doen, weet je wel. Dat die plaat er is en dat we een paar mooie shows kunnen gaan doen, zeg maar. Ja, klinkt goed. Heren, heel erg bedankt voor jullie tijd. Ja, bedankt. Dank jullie wel.